Vorige week zei hoofdcoach Jacques Orry van Jumbo-Visma nog dat de komst van Leerdam naar zijn ploeg nagenoeg rond was. Als trainer kiest het liefdeskoppel voor de succesvolle Russische coach Kosta Poltavets, bij wie Verwij in het recente verleden veel heeft getraind. De vader van Jutta reageert op Weeuwers Radio. Het zal niet een heel groot team worden, want de meeste schaatsers zijn natuurlijk al ingedeeld bij andere teams. Mm-hmm. Dus het wordt denk ik een team van ongeveer zes of zeven schaatsers. Leerdam en Verwij reden afgelopen seizoen voor Reggeborg. Aan die samenwerking kwam in april een einde, nadat onderhandelingen over een nieuw contract op niets waren uitgelopen. De corona heeft natuurlijk alle sponsors en sponsorcontracten natuurlijk veranderd in zoverre. Ja. Dat is en blijft gewoon moeilijk. Dus ja, nog steeds op zoek. Er is nog geen hoofdsponsor. Proberen met de budgetten die ze bedenken gedacht hebben de komende jaar te doen, hard in onderhandeling met een aantal co-sponsors. Toch proberen die ploeg financieel van de grond te krijgen. De Westlandse Jutta Leerdam beleefde afgelopen seizoen haar absolute doorbraak met een wereld- en Europese titel op de 1000 meter. Daarvoor is ze door de gemeente Westland in het zonnetje gezet.